optreden nog even de laatste check en touch-up. Jenny belt ons in een pontje. Ja, de reacties zijn echt enorm positief. Goedemorgen iedereen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik heb kauwgom in mijn mond. Die halen we er even uit, dat is wel zo netjes. Vandaag neem ik jullie weer mee, want ik heb een hele gaaf masterclass make-up lessen bij de Body Shop samen met Fretje. En er komen als het goed is 60 meiden, 30 in groep 1 en 30 in groep 2. En dan gaan Fretje en ik make-up tips en tricks geven. En Alfredo gaat zien hoe hij het bij mij aanbrengt en dan ook bij de meiden die langskomen vandaag. Dus eigenlijk onze eerste masterclass die we met z'n tweetjes gaan doen. Maar we zijn wel echt van plan om dit door heel Nederland te gaan doen. Dus laat me sowieso in de comments even weten als jij een keer onze masterclass zou willen bijwonen. Of je dat leuk lijkt. Dan gaan we een beetje aan de hand van de comments en de duimpjes omhoog. Checken of daar animo voor is. Ik heb in ieder geval heel veel zin in vandaag. Want you know, I love the Body Shop en de producten. En we gaan vandaag tijdens de masterclass alle nieuwste producten laten zien. En, en ook gewoon laten zien hoe het staat op je huid. Voor nu is het snel naar de stad. Later cadeautjes kopen voor mijn neefje en nichtje. Waarom vertel ik jullie ook allemaal later. Dus weet je wat, laat je verrassen. Ik neem jullie gewoon weer mee de hele dag. En jullie willen denk ik, mijn knappe monster nog wel even zien. Wacht, even zo'n zit al dat haar in de weg. Hij knap. Hij knappie. Wie is er zo knap? Jij bent zo knap. En laten we beginnen. Oké, guys, we zitten inmiddels in de auto. Woe, Jultje, waar ben je? Waar ben jij? Tussen de verhuisdozen. Oké, het is dus vrijdagmiddag en Lau heeft mij gevraagd of ik mee wilde naar de Body Shop voor de masterclass. Ja. Ik heb er eigenlijk super veel zin in. Jij bent de master himself, dus laten we gaan kijken. Doen. Ja, absoluut. Leuk. Er komen 60 meiden. Oh, echt? Ja, ze zijn allemaal super enthousiast. Want ze hebben nu echt zoiets van, oh my god, Fred gaat nu zeg maar zijn tips met ons delen. En weet je wat ik het tofste vind? Vroeger, ik denk zeg maar 3 jaar geleden, zou ik hier heel nerveus voor zijn. Nu denk ik echt, dit gaan wij rocken gewoon. Ja, dit gaan we doen. Leuk hè? Oké, hit it! Hit it! We zijn er! Jultje, met een jas van mij van echt 5 jaar geleden. Hij staat je echt... Ja, maar hij staat je heel mooi deze. Ja, vind je? Die heb ik ooit eens bij de Zara gekocht. Yes, en nu gaan we lopen naar de Body Shop. Even met de Body Shop mensen kletsen over hoe we het precies allemaal gaan neerzetten en gaan doen. En dan is het wachten tot de eerste groep binnenkomt. Zoals jullie zien heb ik nog bijna niks op mijn ogen, alleen maar een heel klein beetje mascara. Maar Fredje gaat het natuurlijk bij mij doen tijdens de masterclass, dus vandaar dat we mijn ogen vrij hebben gelaten. Wij zijn aangekomen in de Body Shop. Fredje nog even de laatste check en touch-up. Er zijn al heel veel meiden nu. En hier staat ons tafeltje met alle make-upjes. En met al deze make-upjes gaat Fred laten zien hoe mooi het is op mijn huid. En deze highlighter is echt, echt to die for. Dat zullen jullie straks allemaal zien. Dus dit is ons hoekje. Nou, dit is natuurlijk ook altijd even belangrijk om toch weer even te laten zien dat de Body Shop altijd forever against animal testing is. Je kunt nog steeds je petitie tekenen trouwens. Alle kleine beestjes helpen. Dus als je dit ziet en je bent er ook tegen, dan kun je hier naartoe gaan en je inschrijven. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. En dit is onze make-up hoek. En hier is ons Fretje. Met de loose powders. Alles aan het voorbereiden. En Frey, kijk hoe sexy. Hij heeft ineens een tatoeage. Ineens. Met allemaal sterretjes. Die sterretjes die ken jij wel, hè Fred? Ja, die ken ik. Maar nou heb ik ze op de plek waar ik ze wil hebben. En kijk, we hebben Hugh ook bekliederd met mooie tattoo. Kijk, sexy. Sexy. Bij de borstlijn. Hartstikke sexy. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Yes. Oké, volgens mij is iedereen ook binnen. Ja. Dus we hebben net een update gehad over alle producten. Is dit? Hit it. Oké, nou hallo. Welkom allemaal bij de Body Shop. Alfredo van de Veen kennen jullie volgens mij, als jullie mijn vlogs kijken wel. Beste vriend slash make-up artist. Yes. We hebben Ella vandaag aanwezig.
make-up artist van de Body Shop. En Adriana is er ook vandaag. En zij gaan jullie straks allemaal touch-ups geven. Jullie kunnen met al jullie vragen naar hun terecht. En dan kunnen zij jullie gaan helpen met de make-up tips en tricks. Alfredo die gaat de mooiste, nieuwste make-up aanbrengen bij mij. Dus als jullie zien heb ik nog niks op mijn ogen. Dat hebben we bewust gedaan, zodat jullie mooi kunnen zien hoe mooi de producten van de Body Shop zijn. I just wanna hold you. I just wanna look into. Maar inderdaad, eigenlijk voor moet je voor zorgen, zeker als je de ogen opmaakt. Rond ieders oog zit altijd iets van blauw, rood, paars. Het zijn gewoon de tinten die in de huid zelf zitten. Op het moment dat je de ogen opmaakt, moet je zoveel mogelijk zorgen dat die tinten, dat je die camoufleert. Om een zo clean mogelijk effect te krijgen. Want rood uit rondom de ogen zorgt gewoon voor vermoeidheid. Tenzij je het zelf echt blaast. Blauw ook. Wat ik dus altijd gedaan heb bij Laura, zijn deze hoekjes, die moet je nooit vergeten. Daar zit altijd toch een klein beetje een blauw, groen zwem, dat is per persoon gewoon verschillend. Vergeet die nooit met concealer of met een foundation. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Omdat ik een potlood bij haar gebruikt heb, is toch een vettig product. Als je nou met een poeder eroverheen gaat, dan zet het elkaar echt vast. Zorg er altijd voor dat op het moment dat je dat doet, dat je schaduw heel goed geblend is. Want op het moment dat je de poeder overheen doet, dan zit het ook echt vast en dan gaat het echt geen kant op. Je kan er serieus een douche-shoot mee doen. Geloof me, binnen dan. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Jennifer Lopez. Yes, sir. Jullie kennen Jennifer Lopez, toch? Ja. Yeah. J-Lo Glow. In een potje. In een potje. Jennifer Lopez in een potje. De houding van zulke Mercedes is ook altijd wel handig. Zijn van die angled brushes. Dus je kan eigenlijk zelf kiezen hoe je hem aanbrengt. Ik breng dus de shape eigenlijk altijd aan echt met de puntjes. Om dan juist zo precies mogelijk die lijn te kunnen zetten. En dan warmen doe ik dan met die. Zodat je die samen dan heel mooi kan inblenden. You are, you are, you are, you are, you are. Sessie 1 zit erop. Er waren echt super veel meiden. De reacties zijn echt enorm positief. Ze hebben allemaal leuke tips gevraagd aan mij en aan Alfredo. Ik heb intussen dus nu een sterretje onder mijn wenkbrauw. En nu staan de volgende meiden alweer allemaal te wachten. En dan gaan Alfredo en ik zo meteen weer op ons plekje. En dan gaan we deze look weer even wat heftiger maken zo meteen. Zodat deze meiden weer ook de producten kunnen zien op mijn huid. En dat is eigenlijk de echte party look. Dit is eigenlijk vrij naturel nog, maar wel mooi. En nu gaan we echt voor een avondlookje. Een beetje van dit is een daglookje. We gaan nu echt naar een avondlookje. En Jill is er ook gezellig, hè? Dat is mijn cameravrouw van vandaag. Zeker weten. Leuk dat je er bent, schat. Welkom. Alfredo en ik gaan de masterclass geven. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Dit is de tweede look, net even wat extra's aangezet. Net wat donkerder bij de ogen en een hele felle lip. I think it's pretty, dat is een nice make-up look voor party. Nou, de meiden zijn nog steeds super druk en Alfredo is jullie allemaal tips aan het geven over welke kleur is goed voor jouw huid, welke kleur past mooi bij jouw ogen en echt heel veel leuke vragen komen hierbij. En ik ben heel erg blij om te zien dat de make-up zo goed kan helpen allemaal. Dan kun je daar overheen dus ja, het is echt een geslaagde dag. We zijn klaar! Hey.
We're done. We made it. Fantastisch licht van boven. Oh, wat zijn wij goed, hè? Wat hebben wij dit willen. Maar hey, even serieus. Goed gedaan. Zij hebben het zo goed geholpen ook. Het is fantastisch. Ja, want heel eerlijk, zo heel veel kennis over deze producten hebben wij niet. Maar zij konden dat weer zo mooi aanvullen, waardoor eigenlijk het hele spullenverhaal gewoon compleet was. Super, dankjewel. Gewoon 3 top make-up artiesten op de vloer en Laura als model. En, ging prima. Echt, het was zo gezellig. Ja. En alle meiden hebben echt van je geleerd. En alle meiden hebben echt iets gekocht waar ze echt al heel lang naar op zoek waren. En eindelijk nu hebben kunnen vinden hier. Ja, tof hè? Dus het was gewoon klopt. Een vet succes. Ja, dit gaan we vaker doen. Dat gaan we echt heel vaak doen. Dankjewel Ella. Heel lief van jou, dankjewel. Goeie toevoeging. Ja, echt. We waren echt een topteam. Ja, joh. En nu gaan we snel. Snel voordat de Intertoys dicht is. Ja. Oh. Lego. En dat is je. En jij voelt mij. We zitten in de auto. Wij hebben echt een topmiddag gehad. Zoals jullie zagen had ik net een paar cadeautjes gekocht. Ja. Want ik ga naar Parijs. En daar wordt mijn broer... met zijn dochtertje en zijn 2 zoontjes, waarvan 1 zoontje die ik nog niet heb gezien. Zo mijn pasgeboren neefje, dus wij gaan dit weekend lekker die kant op. Ja. Ik kan helaas niet vloggen daar, want de kindjes hè, die mogen niet in beeld van mijn broer. Nee, die kiest er gewoon voor het nog verborgen te houden, gewoon privé te houden. Ja, dus dat is jammer. Jullie kunnen mijn schatjes, patatjes daardoor helaas niet zien. Maar jij wel. Maar ik wel en ik mis heel erg. Dus ik ben heel blij. Dus ik heb een lekker cadeautje gekocht. En ik ga denk ik wel een beetje vloggen in Parijs. Maar ik ga even kijken hoor. Misschien ook helemaal niet. Gewoon een weekend niet vloggen. En dat ik wel gewoon ga Instagrammen. Ja. Maar, foto's maken inderdaad. Wij gaan nu even lekker eten. Wat hebben wij een topdag gehad zeg. Ja. We hebben echt een topdag gehad. Super goede middag. Super goede middag. Zo leuk. Zo leuk gehad. Dit moeten we echt vaker doen. Ja. Willen jullie masterclass make-up van Laura en Alfredo? Zet het in de comments neer. Yes, ga het organiseren. Yes, gaan we hem hier afsluiten of gaan we binnen nog even filmen? Binnen, is toch leuk? Oké, binnen, want mijn ouders zijn er. We gaan met mijn ouders eten en met Helen. Dat is en leuk. Ryan ook, die zo komt. Helen ook? Helen ook, want die is meegaan met mijn moeder. Kijk eens al. Vet leuk, die waren allemaal in de buurt, dus lekker eten. Oké, okay. Hoi. Oh, wat gaaf. Wat tof. Heel tof. Lekker eten. Maar ja, maakt niet uit. Bon appetit. Een mooie babyfoto. Van mijn baby Ryan. Kijk hoe schattig. Zo lief. Oh mijn god, wat een schatje. Babytje. Zo, mijn moeder echt een lelijke outfit gewoon. Nee man, wat heb je aan? Zitten er girafjes op of zo? Printjes, dierenprintjes. Dierenprintjes. Hebben jullie lekker gegeten? Helen, was het lekker? Ja, dat was lekker. Hey, ja. Originale. 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 Zeg, doe eens amaretto. Originale. No, Ryan. Originale. Oeh. Jij moet echt die stem gaan inspreken van zo'n reclame. Ja. Ja, echt. Ryan. Originale. Kijk, Luca. Oh shit, hij is niet scherp. Maar zo schattig. Daar zijn we. We zitten in de auto al. Hoe lang nu? 1,5 uur, denk ik. We zijn. Onderweg naar Parijs. Viva à Paris. Viva à Paris. We gaan een weekendje naar mijn broer. Dat ik jullie al verteld. Dus we gaan er eventjes een familieweekendje van maken. En het is nu 10:10. Het is heerlijk. Geen file. We rijden gewoon in 1 keer door. We moeten nu nog 2,5 uur. Dan komen we aan en dan gaan we gewoon meteen slapen. Dan gaan we morgen gewoon genieten van ons dagje in Parijs. Kijk wat gebeurt, maar het is droog. Volgens mij is het wel droog dit weekend. We gaan vooral naar mijn newborn neefje kijken. Leuk, een nieuw family member. Jij hebt er ook ineens een heel nieuw familie bij. Ja. Alsof jouw familie al niet groot genoeg was. Gratis en voor niets. Echt hè? Zo leuk. Je hebt een grote bruiloft gehad. Ja, daar gaan wij jullie binnenkort een update over geven. No worries. De voorbereidingen zijn in volle gang.
We gaan er even een kletsvideo van opnemen binnenkort. Dan gaan we jullie even vertellen hoe het er nu voor staat. Dus binnenkort een update over onze wedding plans. En ik ga de vlog van vandaag afsluiten. Het was een leuke, energieke, mooie dag. En we gaan genieten van Parijs. Thumbs up. Thumbs up. Abonneren zou lief zijn. En it's a must, ja, eigenlijk wel. Als je kijkt, moet je gewoon geabonneerd zijn. Dan support je ons echt door dik en dun. Ja, hè? Oké, bedankt voor het kijken, iedereen. Tot de volgende keer.